denkt in haarzelf. Oké. Okay. Nee, ik geloof hem. Dus goed, dan vertel ik haar weer niet alles. Hoe gaan we gaan naar Heine? Zijn er weer weg? Sorry. Ah nee, wacht, deze komt. Ik ga haar dat direct vertellen. Ze. Maar doe dan eerst maar de duim zo. Als gewoon een eerlijke
toch geen schrik hebben van de politie. Dat is hier precies lekker stoken. Ah nee, dat is beter lekker stoken. Want als we stoken, dan gaat dat van ons brein. En na gaat dat van de boze in brein. Dat is het, omdat zal die jaren al in ons zakken gezeten hebben. Ja man, en toen zal die mannen, het wat er beter of beter is, wat betonen die. En die voeren door die winkel weer, die schaarden door van alles bij. En hup, in één keer worden die weg. Strammen, dan doet het, dat kunnen we allen doen. Dus, we hadden ze in de hoek die winkel weer gevolgd. We hadden de hoek van alles mee geschaard. En er waren we even wat zoiets. Walle betonen niet, walle betonen niet, walle betonen niet. Ah, maar je gaat dat moeten zien. En allemaal de meijer, dan hadden we hier groot feest. Dat is nou chic wat dat gedaan is. Ja, maar. Dat is niet zo. Omdat we dat niet betuld hebben. Hè. Maar zo gewoon voor de boze oortjes te laten voelen. Van, Ella, wat hebben we niet ook beleefd te zeggen? Ga, dat kun je toch zo maar niet doen, ze. En ik paas dat ze het verstaan hebben. En dat ze nou met de poepers zitten. Hè. En ik ben zo. Alle bozen ontvermeerd. Ja, dat is nou wel goed dat je zo ziet gedaan hebt, hè. Maar, wat kunnen we tegen haar vent zingen? We gaan hier dat ook was maken van akkortingsbos. En dat gouden muntstuk. Ja, even van nu. Pas wat dat we dan niet gaan gluren. Allee, toe gaar. Nog niet in 1000 jaar. Ja. Ik heb misschien wel gelachen. Dat is wel een beetje met toren getrokken. Hè. Want ik hoor het ervan zeggen. Ella, de witte zijn er om nageleefd te worden. Hè. En daarbij komt dan ook nog een keer dat ik geen rotte bal meer in heb. Dat ik morgen de huur en de elektriek en de gaas moet betalen. Maar ja, zal het me wel niet onttrekken, zei ik. Ik heb toch al 4 munten meer betaald. Toen was dat, Merke. Ik heb ook geen cent meer. En ik heb nog 5 munten meer betaald. En dan heb ik nog zo geen slag kunnen slagen, gelijk als schaai, hè? Oh, maar dat is geen probleem, hè? Juist, pak die motie in een tander mee. Geluid, doe me plezier, stek het er weg. Dan wil ik het weg. Meneer, ik heb niks geld meer. Ik wil dat niet. Nee, nee. Zo. Maar we moeten dat niet betalen, hè? Dat is een cadeau. Dat is een krediet. Allemaal goed en willen. Waar kan ik tegen maar Joske zeggen? Zeg, dat is wel zo goed als gepikt, hè, manneke. Ja, die schiet me dood. Nee. Die mama, die schiet me niet dood. Die tiert me dood. Ja, ik hoor het wel zeggen, hè. Ga wat dat toch niet boos zeggen. Ga ik dat toch ook allemaal zo niet meegenomen, zonder te betalen. Want, waar zijn arm, maar... Waar is een altijd wel eerlijk geweest. En de boer, ik moet nog altijd wel mijn mannenkop onder de mensen kunnen kuimen. Ja, dan praat ik door peren tegen mijn kop, dat ik niet meer weet van wat een paroffendak zijn. Oh, joh, mannen. Wat heb ik hier nou voor? Gemengd vlees voor honden. Oh, gemengde smaken in maken. Waarom vet gaan naar zoiets bij? Ja, ik weet het ook niet goed. Zal ik in paniek geweest hebben zeker? En kan ik door zo'n meteen en een tante mij geschaard? Oei, zal u zo, dat kan horen van ons. En Sjana, dat ik dat niet meer betaal. Ik zat nog op gefret in mijn hoek. Ja. Diep gevroren konijnenkoppen. Konijnenkoppen? Ja, dat stoot er toch goed in, zeg. Kijk, aanvullend kippenvoer. 6 voor 2 euro. Allee, wat brengt die? Eet hem even een kleine zorgie en dan wil je nog dat ik dan een rosje mee pakken. Ja, maar
die ik nog aan de compagnie heb, dat eet ik zelf geen. Maar voor de rest, Ise, wat bloem, of wat suiker, of wat café, die van alle die stoot toch met de nacht daar. Nou, alweer, dan kun je er in een hele gedoe op de uit voor de weg te stijgen. Ja. Mag ik van mij? Zelfs de pauze, dat
gezegd, hè? Zeg, maar dat goed aan verstand, joh. De pil dat niet werkt omdat ik ze niet pak. En Ravens, dat zijn al 20 jaar dood. En dan de paus. En hij zat op de baan met een bord van eigen munt. En daar heeft hij dat nog altijd niet gezien. Ja, nee, wat hij kan natuurlijk niet gezien hebben, hè. Want zij daar een boakje altijd opgebonden. Opgebonden, doet ze. Wil je wel zeggen dat ze niks meer gedaan hebben? Ja, dat weet ik niet, hè. Maar er een boak was opgebonden, ze met van die heel drie winders. Ja, ja, ik heb er ook gezeten strak, hè. Maske, je mag dat niet doen. Dat is niet goed voor jou verklaren. Die kleine, hè, die je gewoon versmachten. Laat dat gewoon allemaal los. En laat dat gewoon allemaal maar hangen. Als dat zo is, dan is dat zo. En pas op, als je de vuilwater gesmeten hebt op dat werk, dan is dat ook maar zo. Want ja, die kleine, dat is toch wel het belangrijkste, hè. Heb ik de vuilwater niet gewoon gedaan? Ja, ja, natuurlijk. Daar heb ik goed aan gedaan, ja. Was dat niet braaf van wat? Mooi, ja. Mooi, ja. Mooi, ja. Mooi, ja. Is dat nou altijd gedoe te zeggen, hè? Wat is het verdienst gezien? Heb ik iets misdoen, zeg ik al? Nee, nee, nee. Moet ik zijn ontpazen van al wat dat er werk buiten is vandaag. Ah? Is er iets buiten op het werk? Ah, wel, ja. Toen dat we naar de kantine gingen, om gewoon tijden, hè, stonden voor 6 aanbrassend boeiensuikers van alle loeren te maken. En dan wouden ons roepen dat het eten niet te fretten was, dat het afvallen was, dat het volle geworden is. Ah, en was dat zo? Het eten was goed? Nee, het was meer laparaai, jongen. Je moet Donna aan pras mee maken met iedereen. Oh, met iedereen. Ik dacht dat ze maar met 4 of met 5 wonen. Ja, in het begin wel, maar toch nog dat iedereen mee. Ze lieten naar de taloer staan en ze zijn afgebot zonder te betalen. Dat ook al? Oeh, dat ook al. Maar wel ja, niet dat 4 of dat 5 doen, maar dan hier de kantine. En pas op, hè, dat is nog niet gedaan. Hè. Toen dat ik boord ben kwam, hè, ben op de bus te gaan, kwam ik verboord groot magazijn. En er stond al een hele hoop vragen, wel zeker ze stukken vonden. En daar stonden door te roepen en te tieren en alles. Hè. En dan komen er heel veel boorden, hè, met zakken vol met eten. En toen dat ik vroeg wat er gebeurd was, hè, dan zagen ze, wonen, hè, wonen en beslist hoeveel dat we gaan betalen voor dat eten. Hè. En dan gaan ze. En bezoeken, ze hadden niet alleen in de winkel afgeroofd, de meesten gingen weg zonder te betalen. Ging de god dat geloven? Dat hoort al. Oeh, dat hoort al. Wel ja, gelijk de mannen in de kantine zijn dan niet wat betalen. En bezoeken, ze hebben deze raar en alles mishandeld. Maar lui, hoe gaat dat einde, hoe gaat dat einde? Dat is nou toch niet meer te geloven, hè? Nee, dat is niet te geloven, dat boelzoekers, dat een brasmokers. Dat is een foute vaar gewoon, hè. Op een duur gaan de boze bazen, hè, dat alle arbeiders dieren zijn. En dat worden alleen maar goed zijn voor de bak te zitten. Je kunt dat zien, hè. De arbeiders kunnen er last van hebben, hè. Zeg, maar ik het gezegd, hè. Kijk, wat hebben die arbeiders ermee te maken? Ik dacht dat alleen die mannen worden door die niet betoond hadden dan. Nee, maar het zijn wel de venten dat zo gestoord gaan van het werk en doen dat er niets gebeurd is. Ik ben zeker van, hè, dat er zin is en zegt, goed gedaan, masker, goed gepikt. In plaats van alle doos per doos op alle kop kapot te slagen, zak per zak in gruzelementen. Jo, als dat van mij dat zou doen, als ik dat te wijten in de kamer, dan sloot ik ze pakken per pakken opfretten. Zeg, zie dat gewoon allemaal niet afgekomen gebracht, hè? Want ik sloeg alle dozen opfretten, hè? Eens liggen, er was dat geborsten. Nee, ik doe nog erg. Ik stap het af. Ik pak mijn valies. Ik zit er weg. Ik vermoor al. Ik snij 1000 stukjes en ik zet dat eind gemaakt. En dan toch nog, hè? Schier ik van aan. En weinig zou ze toestemmen. Als je zo blijft roken, hè, dan moet je het afstappen zonder wederzijdse toestemming. Hallo jongen, zul je gaan maar dan aan doen? Zul je gaan maar aan doen, zomaar een magazijn binnenstappen, doet die een tander mee pakken en dan vertrekken zonder te betalen. Hallo Jean, jong, dat zou ik nou toch nooit niet doen. Ik zou het toch nog liever laten kreveien van de honger. Maar hoor ik niet wel spijken ze, ik wil het nog liever kreveien van de honger. Zeg maar van honger gesproken. Wat eten we deze avond?
Ja, want ze noemen hem al die ambassen en ze in de kantine niet veel in huis gekomen van tijd, hè? Ah, ik was toch terug bij me nu. Ah, wel, dat is ze. Gemengd vlees voor honden. Wat blieft zeg! Voilà, dat is heel goed en dat is heel gezond, hè? Heel goed en heel gezond. Voor honden, ja. Ja, zeg, er was niks anders. In de boer, het is goede koe en het is voedzaam. Ise, het stoot roep. Delicieus gemengd vlees. Zit het stoot? Zeg maar aan met mijn bloed aan het spelen. Ik spel ik hele rand met niks. Maar het is al lang geleden dat we nog commissie voor deus uitzeggen. In de winkel, hè, we gaan commissie doen. Hè. Maar alles hè, is door klein nieuw dier geworden. Het is wel twee draakieren zo uit opgesloten tegen vroeger. Pas op. En dan gaan we naar de winkel. En dan is het niet. Want die bozen, hè, die gaan van alles achter in het magazijn tot er vuil vroegheden is. Hè. En dan kunnen ze serieus stellen. Hè. Het is hier precies nog erger dan onder de ogen. Nog niet overdraven, hè. En de boer, ik zing hier een hond, joh. Zelfs ik hoor nog zeggen dat ik een poeikje moet krijgen of mijn stekker moet kwispelen, ja. Nee, morgen van de doektijd. Waar het nou de duilen dat wilt. En je mag dan op pauze, dat je geen hond zijn. Maar van boos, hè, die je paast toch duidelijk anders uit. Voor hem, hè, dat nog minder gelukkig nog. Het is me gelijk, joh. Ik doe dat van boven. En ik heb zoveel pas gekoestingen. Ik drink wel een chat melk. Er is geen melk. Oeh, geen melk. Nee, er is geen melk. Hebben deze morgen die kamion nog niet zien staan, vol met melk? Ah, wel hè. Die zogezegde extremisten van Alen, hè. Die hadden gehoord dat de melk wat kleiding wat is opgesloten. Die zijn op die kamion gesprongen en die wilden die melk verkopen voor minder dan een halve euro voor een flesje. Ja, allee. Zie je nog allemaal aan naar beneden gaan voor de melk te kopen om minder dan een halve euro voor een flesje. Pas op, melk dat dan misschien nog gepikt is. Allee, en wat zullen we er dan nog tijden van drinken hoor? Nee, van mijn leven niet. Dus, geen melk. Is er dan iets anders in? Ja, ik kan soep maken als je. Ah, en welke soep? Vogelsoep. Vogelsoepsoep? Ja, die is er. Dat is heel lekker. En dat is goed tegen suikerziekte. Hoe kom ik geen suikerziekte? Dat kan ik toch niet ondoen dat ik geen suikerziekte heb, hè? Oh, nee, en de het is in de put van vermicelli. En die was op in de winkel en de bar was te duur hoor. En lettertjes, dat deed hij niet. Oh, ik kan het zien. En de boer, hè, eerst pakte hij allemaal van een hond, hè. En dan van een vogel, hè. Zelfs kunnen we nog leren vliegen, hoor. Zeg, is er nou bekend gedaan? Mia van die boven, hè. Dan moet voor haar vent, hè. Elke dag vogels opzoeken. En die een netter krijgt. Mia, een vent, doe het dan maar bij ze. Als ik die de laatste keer gezien heb, hè, had ik fout dat die pluim aan het krijgen was. Ja, maar dat ligt om de bouillon. Dat je en toen vuil je, heb ik konijnenkoppen gekocht. Konijnenkoppen? Ja. Vogelzootsoep, dan moet je griet maken met konijnenkoppen. Alleen de koppen, hè. En diep gevroren. En begint nou weer niet over diepvriezers te zogen, hè. Oh, het is al goed, ja. Voert jou, ik zin er weg. Ah, en mogen we gaan heilen? Ik ga naar beneden, naar het frituur. Naar het frituur? En wij wat geld? Ah, ja, justement. Geef me een keer wat geld. Welk geld? Welk geld? Willen we nou zeggen dat dat geld wij allemaal op is? Nee, dat geld is wij niet allemaal op. Maar gazen zeker wij vergeten dat morgen huur en een drink en gaas is. En als je niet wilde, dat ze buiten zetten. Hè? En dat ze nu een drink en de gaas afsnijden. Abel, voilà. Complimenten. Huh. Weet je wat er dan is? Ik zal dat hier zoeken. Ik kan het niet naar Fleur. Huh? Ja, deze morgen commissie gedaan. En ik zal het niet door tien en tanden van weer. Dus op het je niet lang geweest zijn in een minuut of zo, want dat is niet fair. Moïse. Voilà. Smelt dat kieke weg zijn, hè? Kunnen we de receptlijst? Ja, dat zal
wel in dienst ook over de crisis en dat je een ruzie moet hebben, maar vooral dat je moet vertrouwen hebben in de regering. En terwijl dat gewoon vertrouwen hebt in de regering, kan ik het alle vertellen. Dat is toch geen konarenkoppen, hè? Nee, jongen, ik zal die aan billijke mijken. Een mol lachen, mijn mensen. Terwijl dat dit even gun van grote honger. De mensen in de twattenheid. Usse. Een lekkernij voor je beste vriend. Gepasteuriseerde, geconcentreerde vleesmaak. Ik zou toch wel een keer willen zien, zeg, dat er dat binnen had gezien. Dat is juist rond de kipkop. Jongen, dat had je toch goed vertoemd dat echt een stomme kloot te zijn. Ze zoiets in aan de tassen slagen. Amai, zeg. Of wat? Ik zou het toch wel een keer willen van proeven. Want dan ben ik een beetje citroen gaan doen. Wat een cinema is dat, man? Zeg, Bare, wat is dat toch, joh? Ja, jong, dat zie ik goed dat dat flikker kan net zijn. Maar wat kan me dat je doen? Hé, wow, dat groeit mijn gezoon niet achter. Abo, en wanneer hebben ze dat gedaan? Dat is een merken? Oula, en wie? Oh, jong, nog niet overdrijven, 600 vragen, dat kan niet, jong, niet. Nee, die van ons was toch niet bij, jong, alle chance, niet, jong. Dat moet toch niet van hem van al dat pikken. Dat moet toch liever konarenkoppen greet. Ja, vanuit een diepvries, ja, willen. Niet echt niet, jong. Dat is vandaag nog niet buiten geweest. Dat is een kameroot van haar ontdulpen dat in verwachtingen is en dat mag niet gewijden zijn. En die boek is opgezwollen en ze is katholiek en ze getrumd dat ze met de pauze in dit dag en dat wil werden is en na een week later en dat zoent ons. Oh, we verstut er niks van. Zeg, dat is precies mijn achteraf, zeg, jong. We zien al, dat kwam je net in en zo. Wat zijn dat zinnes? Hé? Oh, jong, wij gaan toch niet appartement per appartement om ons binnenste buiten te keren? Wacht nog tot dat hij hier kan. Dan gaan ze wat mee mogen. Dat is godverdomme puur provocatie. Dat is niet omdat we een werkvolk zijn, dat ze moeten pasen dat ze alles kunnen permitteren. Vogels, dat doe ik nog zo. Konarenkoppen.
kloppen. Want mannen kunnen ons echt niets anders meer permitteren. Heb je al een doel echt van? Ja, jongen, moet ik nog wel. Pas op, hè. Dat scheelt er niet, hè. Je doet nog een beetje dingen blazen, een beetje citroen, en dat gaat binnen langs niks. En dat is nog goed eindigen, maar die zoek. Man, toch. Oh, ik had liever dat ik een vogelzotsoep gegeten, man. Ja, jongen. Vogelzotsoep? Ja, jongen, Riesje. Dat is... 3 euro voor een kilo. Je speelt dat binnen en je drinkt van de vloer te lakken zo vouwen te zwakken. Je kunt dat vlekken een wikst maken, want je hebt er nu meer van doen voor de mensen. Man. Ja, ik zie niet dat je het niet al te breed bent, hè. Maar mij is dat ook zo, hè. Met de prijs dat ik verdien. Ik zeg het niet meer gezingen, hè. Maar ik verstand dat vragen dat ook. Een somber georganiseerd in dat magazijn tegen de winkeldieven. Weet je wat ze dan zou moeten doen? Onttuigen. De hele boel onttuigen. Oh, jongen, geeft u wat aan gehoord? Ja, zeker. Zolang ik daarna god kan het toch niet verder gewoon zeggen. Wat ik wel een tik tegen mijn goesting is, dat ik hier als flik moet komen, waarschuwing doen, lekker een marionet. En voor wie? Voor die klootzakken op, verdomme, die niks anders doen als de mensen bewegen en bedriegen. Zo is in de leven. Maar ik kan mijn oren niet geloven. De politie is toch van doen, joh. Allee, dat kan zijn dat dat hier en daar een beetje beter moet zijn. Maar dat is toch nodig, want anders is het totale anarchie. Allee, joh, dat kan toch niet, dat de meeste de beste in de winkel binnenstapt en dan zo bepult van wat dat nog op betalen van zijn eten. Dan weten ze er toch om nageleefd te worden. En als die wetten niet aan duigen? Als die wetten niet rechtvaardig zijn? Als die wetten dienen van de mensen te bedriegen? Maar allee, we hebben toch ons parlement en de politieke partij. En er zijn toch andere democratische middelen om de wet te veranderen. Ons parlement, zeg de gaar. Ja, verdomme. Jong, zand in ons ogen struwen. Dat kan ze maar veranderen. Dat buiten hier. Ja, weet je wat er op tijd verandert? De minister. Dan veranderen ze op tijd. Ja. En dan is het, hoe lang zijn we gehaald, minister? Wat blijft, al zo lang, dan is het om aan het toer. Al hier, het andere. Dan is het om aan, hè. Nee, zitten. Ik was daar eerst. En dan kwamen ze het zonder ons op de televisie vertellen. We hebben de ene nacht vergaderd. We zijn eruit. We hebben druk naar de minister. De liefde nog te betalen en te besparen. Want dan zijn we binnen de week teruggeruzen. Joep. Zolang hè, dat de mensen hè, dat zelf niet voorzijden. En de bandieten loopt naar de goesting doen. Hè, verandert er juist niks. En dan moet ik niks gezegd zijn, want ik kon werken. Oh, wie stond dat hij de revolutionair werd en na doet dat zo'n kapiel en is dat terug meneer de police? Ja, je hebt gelijk. Maar ik heb de moed niet om de dood bij trouw te voeren. Het blijft alleen maar schone praat. Je zegt hetzelfde, het blijft alleen maar schone praat, maar je moest toch je flik worden. Je kost ook bijvoorbeeld tenders gaan plekken even als die in een magazijn of strootveger worden. Dat zou pas een kuis zijn. Ja. Oh, want alle dat vijfbrood, dat is zo typisch voor mensen die niks getaren. Ik, hè, ik merk een fabriek. En als dat stond te stoken, hè, dan kan ik merken waar ik in de bakjes knoppen. Hè. Ja, je hebt gelijk. Nou, misschien komt er een keer een taart dat de flikken het munksen van gatlekkers te stijlen van de bozen. En dat ze karamaal veranderen van gedachten. Allee, zo leuk is, hè. Oh, ja, ga nog wel vertrekken. Zonder mijn naast te controleren. Oh, je gaat frontuit, maar ik heb hier zo'n keer een beetje rond voor mij wat plezier te doen. Uusje, ik heb hier een keer onder de zetel en alles. We rotte vingen. Wat pijlenvagen en vogelzot. Nee, nee, ik zijn er weg, joh. Het smakelijk, hè. Oh, man, de mens komt toch wel wat eigen in zijn leven, hè. Godverdomme, tot roe en extremisten van agenten toe. Toen zit het daar, godverdomme. Oh, mijn naver steun ik het. Dat is een provocateur. Dat is een leven dat hem aan de klap moet krijgen. Ja, eerst zeggen van de magazijnen leeg te halen. En dan zeggen dat de politie in opstand komt. En dat alleen maar dat hem zou gelijk geven. Godverdomme. Huisje, alle moe, gozen voor de terrorist, lemmen na. Hoe zit dat verder?
warmbussen zijn als poortbussen of vogelte, goor ze gevangen. Goor gukte meer pikken, goor vliegt een bak in. Het duurste wat dat ik kan te pikken vond, is dat vogelsoort goed gekomen. Zeg, zijn ze hier geweest? Wie? Ah, wel, weet je niet wat er gebeurt? Ze zijn in appartement per appartement om onderzoeken. Goed, dat weet ik ook, ja. Ah, wel, ze hebben die Rubens en die kleur van een stroobas gaan stijgen. Ze hadden er van alles gevonden, Pasig, en ze hebben alles erop gesloten. Dus te weinig, dat zal ze leren, de dieven. Ja, maar ze hebben ook wel dingen overgesloten die wel hier betaald worden. Zo gaat dat dan toch aan de masker. Dan zijn de porenoers leren dat paard dat ze moeten pieken. En de mensen die eerlijk zijn, moeten dat doodsweerd hebben. Ja, ze zijn niet ook geweest. Ze zijn niet geweest? Natuurlijk. En wat hebben ze gevonden? Oeh, moesten ze duits vinden? Je zat er zeker van dat er niks is. Maar ja, dat je het weet, is tegenovergestelde, hè? Welk tegenovergestelde? Weet je dan ook, door wat Francine wat goed. Door hebben ze ook eens een asielkind kunnen doen. Hè. Pas op, en die mannen, daar stoppen zelf van alle dingen in de oasis. Want wat je zou op zijn sloop komen, hè, hebben ze zo'n spoorbus gevonden onder zijn kopkussen en onder zijn vetten, net niet in een uur pamfletten. Oh, wat zie je het dan niet? Zo precies dat ze hier ben binnengegaan. Wel ben je gezakt sinds Christel is ijsmaker onder de zijkant te steken. Onder onze tijden misschien niet, maar ik wil maar zeggen. Maar je zegt al iets, hè? Je weet nog nooit, ik zal het nog zien. Nee. Met jou vooral, hè? Je moet alles veilig maken. Ik zal het niet wel eens zien. Let ga ondertussen Fleur binnen. Fleur binnen? Dat is toch van de duil. Maar er gaat even de duil op staan. Allee, Fleur, wat kan er in de dood op het binnenmasker? Wat scheelt er? Wat scheelt er gewoon? Ja. Ze zijn door de juist bij jou binnengevallen, hè? En ze was helemaal alleen thuis. Ze zijn een schrik opgedaan, want er was daar zo een of ander plezante flik. En dan waren er een boek onderweg. Oh, de smijlappen van wat? Ah, voor te zien of dat onder haar gepalt had. Niet volstak met gestolen goed. Wat was dit voor wat met de tovers, man? Ah, je weet het. Wat was gekomen? Zet dat ook een beetje in de zetels. Oh. Zie je wat? Ja, ik heb dat maar gezegd dat ze nog hier moest komen, hè? Dat moet toch goed. Ja, natuurlijk. Kom, geef maar wat Panta. Ja. Hoe doet nee. Dat je thuis is? Kom, geef maar wat Panta. Ja. Dat daar een schoot nou toch is gerust. Oh. Als ze er een Panta na wil doen, ze zal kamen, hè. Ja, moeten ze toch werk? Ja, het is hier werk. Maar zo in elkaar. Ja. Ze zal kutsen. Kutsen? Is ze niet goed? Zijn we niet goed? Ik pas dat er weer aan zijn. Nou? Hoe nou? Wat weet ik wat dan van? Een half uur geleden wist ze nog niet dat ze in verwachting was. En naast haar stoep, dat is er weinig. Nee, dat weet ik niet, man. Dat is toch veel te vroeg? Oeh, dat is veel te vroeg. Maar hoe dat wagen is bezig, wat weet ik wat dan van? Ze zal toch wel beter weten hoe dat ze vervuld zijn. Oh. Wacht, Maske, ik wil iets anders filmen. Is. Doe gaat deze. Dat is gemakkelijk. En kom maar, ze dat beter niet in onderaan uitbeleefd hoor. Trouw maar onze. Blijft ze voor ons toch. Schiet naar mijn hoofd, met beven en met bleten. Het is allemaal gepasseerd. Maar gedacht, maar als ze mij er weien in ziet, van wat gaan we dan direct in mijn onder op touw? Of beter nog, van hier de pas een ambulance? Een ambulance? Van wat een ambulance? We het drukken van de stad te doen. Van die ene kliniek naar de andere. Van Pontius naar Pilatus. En overal van een gesloten huis door. Want je buigt die vrouw niet binnen. Want je weet toch, van dat ministroze in de kliniek moet het weerland op vuurland gereserveerd. En van wat er wel niet gereserveerd? Nou, nog straffer. Waarom hebben we niet gereserveerd? Moeten we alle vrouwen aan alles doen? Waarom moeten de kinderen al op de wereld zitten? En dan moeten we nog reserveren, hoor. Van wat hij daar een snot op dat eigenlijk niet gedaan. Jomo, als die dan niet wist, hoe kan die dan allemaal paas hebben? Hij wist. Dikke zievers, hè. Nee, wist. Eerst die kleine mogen en dan zeggen, je hebt de pil moeten pakken. Maar Galle weet niet wat dat die duim mocht, hè. Elke nacht in haar dromen, hè, dan komt de pauze naar het stond. Van te zeggen, oh,
zijn dat toch nog maar vijf minuten getrouwd, hè? En mochten ze ter vuile niet oefenen, of wat? Ja, dat wel. Maar de Jos, in het eigen morgen zei dat het voor zijn nieuwste keer gedaan had, als ze al getrouwd worden. Wat blief? Ja. En Joske dat tegen haar verteld? Ja. Dat is toch wel straf, hè, dat het al die intieme zoeken zomaar om de nieuwste de beste vertelt. Ik zou niet de nieuwste de beste weten. Nee, dat is maar een kameraad. Dat is maar een beste kameraad. En die zijn alles tegen haar. Die vroeg ze dus rood aan haar. Dat ik een pak avond zijn, dat ze hem nog niet veel meer ervaring in het leven hebben. Ai, meer ervaring. Wie is? Zal er gaan naar wij doen, joh? Hoe zijn jullie naar wij dan? Wat komt er gewoon doen, joh? Ze zijn niet al geweest. Wie? Of wil je een agent? Ah, ik ben van de politie, ik ben inspecteur. Ah, inspecteur. En wat kunnen we doen, vrouw? Ik kom hier voor een huiszoeking. Moet dat dan eens je opkomen doen? Demmela, ik doe het nog eens. Moet maar leuk hoor. We trouwden wel al een agent in zitten. Maar ze wel misschien dat wel dan een noem gekocht hebben. Met het geld dat we niet hebben. Om dan toch nog een controleur van de belastingen over te voeren te trouwen. Van die inspectie. Of misschien sleger dat dan komt. Luister hier, ik sta hier niet om te zwansen. Laat mij mijn werk doen en blijf jij dan maar rustig staan. Oh wel joh, hoort dat dan? Iedereen moet die zijn werk doen, hè? Pas op, hè. Maar de vent is in een boot, hè. Die is ten 8 uur per dag onderlopende man. Wallen is ten 8 uur per dag in de koekjesfabriek de koekjes in de doos zitten stijgen. Ja, en dan pauze gewoon nog. Dan Wallen tussendoor nog een keer taart hebben. Verder overal nog een keer bekken goed te pikken. En dan die overal nog een keer weg te stijgen. En dan manneke, zijn we nog voortelijk niet verlegen? Zullen we dan een keer niet beter die boze controleren voor te zien of dat hij niet voefelen met de belastingen en of dat hij misschien niet mee alle groot geld naar het buitenland vluchten in plaats van onze jaartoeren. Allee, Roos, zo moet het toch niet beginnen tegen die mens. Die doet dat ook niet van zijn plezier, inspecteur. En zegt hem al een keer dat hij een goestingen is dat je de loonkonde van de kapitalisten moet spelen. Maar ik vertel me tegen mijn vrouw hoe dat hij dat je nog meer wint dat zou komen denken zo van rechtstond zitten zo goed gegeven over uw moe koest liggen. Wat blijft zeg dat nog eens alsjeblieft. Wat is dat? Waar komt? Nee, ik wil maar zeggen hè, dat wel niet de zonen des volks zijn omdat de eerste minister dat zei. Gewoon hè, gewoon ze slavekes van de kapitalisten, gewoon ze knechtjes van de dik op een mijl vuil geld. Kom, haal de neer en in de boeien. Ja, gewoon in de boeien, waarop hè? Smaak aan de politie. Want dat zijn mooie woorden niet. Dat zijn de woorden van die agent dat hier was. Dus die dat zou dat wel wel konden zijn van de kapitalisten. Wie gaan? Ik het dus? Nee, het gewoon agent, het gewoon agent. Ja, dat is hun probleem als zij zich ondervoelen. Maar jij, let op je woorden, man. Kom, nee. Zet toch wel gerust van. Nee. Te laten kreveren in uw canapé. Zeg jongen, voor u met een apen zijn in de
hoe dat een wetenschap bevorderd is. Man, man toch. Een couvert, heb je dat al van gehoord? Of leef jij er ook nog in de jaren schillen? Nee, ik heb ook wel een keer gehoord van een couvert. Maar een kind van 5 munten, dat overleeft niet in een couvert. Zelfs niet met een zuurstoftank. Maar je moest eens zien welke prachtige installaties dat ze hebben gezien. Een half jaar geleden hebben ze daar nog zelf zo'n speciale operatie gedaan. Een transplantatie. Een transplantatie? Ja. Een transplantatie van wat? Ja, van een vroege geboorte. Zoals een borrelingske. En ja, dat moest uit de moeder. Ze hebben dat uit de buik van de moeder gehad. En ingeplant in de buik van een andere vrouw. En 5 maanden erna is dat kindje geboren. Zo gezond als een vis. Een vis? Ja, een vis. Volgens mij is dat toch trucage, hè? Oh, dat is trucage. Maar wacht eens, ik heb dat ook niet gehoord, hè? Dat er zo'n kleine 2 keer geboren is aan 2 verschillende moeders. Zo. Maar dat wil ik niet, hè? Nee, ze wil dat niet, hè? Ik heb... Het groot geluid, masker. Zou ik dat ook niet willen, dan wil ik het kleine voor de 2e keer geboren met een andere vrouw. Ik geef mijn toestemming niet. Voilà, voilà. Ze geeft haar toestemming niet. En zonder haar toestemming kunnen we haar niet wegdoen. Ik geef hier de toestemming. En ik neem hier de verantwoordelijkheid. Ik wil geen gedoe wegens het niet verschaffen van hulp aan een persoon in orde. Maar Erna van Zeleik, dat komt die binnenvallen. Dat wil die hier in mijn kot overhoor. Dan wil ze ons dan nog in de koeien slogen. En dan gaan ze ons nog een keer in een ambulance steken hoor. Nou leeft die handen niet aan dat nu. Maar nou creveert die handen niet aan dat nu doen. Ik zal het doen, masker. We zullen wat creveren, gelijk eens naar witte twint. Je gaat er nu geen lachen van maken, hè man. Je moet er hier rollen op de grond. Ja, ik. Wat is dat in dat voortgekomen? Dat is precies.
was dat hele bolletje in water. Je gunt me dat toch niet zeggen, zei ik, dat we veel dat we gebouwd zijn, neigen doen en mozzarella bolletjes bij water zitten. Nee, ik ben ontruimen. Ik moet morgen dat was. Nee, dat kan niet. Mijn messen zijn mijn man op lachen. Oh, daar zijn we weg. Als dat nog goed dan komt. Van mijn mozzarella bolletjes, dat vind ik toch straf. Jullie liggen er nog. Als ik nou niet zou weten, hè, voor wat dat zou komen, hè, zou je dat goed verdoen met daar een opfretten. Scher van de noemer zin ik. De mens zou je in de platten eten. Luister. Een vogeltje op soepje. Jo. En ons vrouw zit dat water al warm op. Nu is het wel waar. En dan zo. En dan ook zo'n blokje. Of is dat een stuk chocolade? We dan nog een maandkoek natuurlijk, hè. Oh, ja, oh, dat moet ons zijn. Ik vind maar zo zucht zo. Ik doe wel een extra sneeuw in de kerker, maar die wordt maar breed in de ogen. Ja, jong. Ga het nog die en het ander mee mogen. Als je door van net, hè. Dan worden de kiekvers. En zelfs he, komt er van alle tozen en garandeer dat trekt de poeten van alle en dan ook de kikkerbilletjes van. Je komt er weer aan je zoek terecht, jong. Man. Wat hebben wij? De controleur van de belastingen of de inspecteur van de dop? Ah, Jos. Ah, ja. Zelfs toch, ik kan niet, mag je binnenkomen? Ja, kom ons even. Wat komt er gewoon hier zo, op 6 uur? Vul eigenlijk als ze biedt wel uit. Oh. Weet jij toevallig wat dat van ons is? Ik ben juist thuis geweest, hè. En alles stond daar vierkant op. Maar daar was er niets aan. Ah, wel, dat was hier nog 10 minuten terug. Hoe dat is vertrokken met ons vrouw? Hoe vertrokken, maar wat zijn dat dan? Dat is vrouwenwerk. Ah ja, dat is... Oh, is vrouwenwerk. Wat wil je daarmee zeggen? Of dan een keer binnenkomen, jongen, schilder. Als ik zeg dat dat vrouwenwerken is, is dat teken dat we nog geen sokers nemen. Woorden en mijn sokers met ventwerk. Ah, ik heb nog geen zaken mee. Ik heb nog maar al te veel zaken mee. Ah, je hebt er toch zaken mee. En van wat had er dan geen zaken mee? Van een ambulance, van een kamer te reserveren, 2 minuten vuil en kraks tot een minuut. Een kamer reserveren? Voor wat zak ik nou een kamer reserveren? Ah ja, natuurlijk. Dat is vragenwerk. Dat is altijd zo. Gewoon, hè. Moet de kleine en dan de loop. Uze, druk erop lang mee. Was te goed, vies druk hem op. Doet je kleine van onder de en gaat nog zo zoet mogen, hè. Samen, wat zeg jij dat toch allemaal? Ah, William, ik heb de vragen gelopen. Wat is een goed profiteur? Wat is een goed lijkloop? Sjus, zo straks ons boze. Ja, maar wat heeft heel een uitleg aan te maken met mijn vrouw? Dat godverdomme alle deuren al openstaan. En nog niet eens de brief kan achterlopen. Hoeveel wie zou de brief moeten achterlopen? Alleen nog mogen zien moet je wat op het fabriek zitten met de nachtchief. Alleen hoe komt dat dat na al thuis op deze uur? Zijn we een trein tegen ja. Wie heeft de trein tegengehouden? Ja, wel allemaal, ons werkvolk. Omdat hij aan de huizenlaars dat abonnement met 30% hem opgeslagen. Maar bo, en toen er gewoon geen trein tegengehouden? Ja, weet je, ze hebben aan de noodrem getrokken, dan zijn we allemaal uitgestapt en op de sporen gaan zitten. Ze denk dat je er niet moeten stoppen. Pas op, ik vond het ook geen goede dag, hè. Ik heb nog gezegd, in de plek van de abonnementen op te slagen, hè. Zal ze beter vernietigen? Oké. Nou, en zo, voor de eerste keer, betalen we een tranenabonnement meer. Zijn er van een hele onze vrouw kop gevallen, jong? Maar het is toch wel zeker? Allee, de bazen moeten maar de abonnementen betalen. En de tijd dat we voldoen op de trein, hè, zal ze ook nog beter vergoeden. Zeg, jong, wie heeft dat zo staan opfokken, jong? De een of de andere provocateur, of wat? Maar nee, niemand in België. Dat plaats ik zelf en dat zeg ik zelf. Allee, ja, zo kan het nou toch niet blijven duren, hè? We moeten niet wachten op de goedwil van de ministers. We moeten godverdomme zelf een actie schieten. We gaan wel zien het gaan veranderen. Zeg dat ik vergeten ben, hè? Moet er vast ontklappen met die flik dat ingewijst is. Wat? Wat voor een flik? Oh wel, die rode provocateur van de flik. Die dat zei, hè, dat we de grote magazijnen moesten leggen. Die stond in de zoveelste politiek een bullshit te verkopen langs school. Moet je mannen, ik ken daar een minst. Ik denk dat de patheer niet slecht is, maar van waar komt dat dan?
proeven. Het is belangrijk zo graag niet dat er pauze. Dat trekt op. Het moet jij nog eens noemen eens in de kantine krijgen. Maar wat is dat dan? Dat is een soort partij voor wakker honden. Wat een partij? Partij voor wakker honden? Was dat een hele zot? Nee, jongen, ik zou een keer van pleuren van. En ineens, nog iets. Nog een keer iets van pleuren. Ja, en wat is dat dan? Dat is een ander van mijn specialiteiten. Dat is een vogelsoort soepelke op basis van een bouillon van diepvries konijnenkop. Wat is dat? Vogelsoort met konijnenkoppen. Dat is een specialiteit van de kantine van het parlement. Als je er elke dag van hebt, dan word je eerste minister. Apropos, waar zijn de mozzarella bolletjes dat ik hier geleid heb? Dat bolletje wil je lagen. Dan heb ik iets gestopt, vent, jongen. Of mocht dat niet misschien? Nee, dat mocht niet. Dat zijn de mozzarella bolletjes van een vrouw. Hoe tijdig waren de mozzarella bolletjes van een kleine lucht te fretten? Mozzarella bolletjes van mijn vrouw? En wat voor een kleine? Ja, weet je toch, als een kleine gebouwen wordt, dan trekt er zo van alles. En in dat water, in dat vocht, zitten zo van de mozzarella bolletjes zo rond. Oh, gut, nou zit ik niks aan dat stappelijke, stappelijke aantrekken. Want anders verstoren dat toch niet. Hè. We beginnen met paus Franciscus. De sisse van Rome. Ah. Als die begint, hè, van... Bedankt voor die mooie bloemen. Zeg, zo, voelde je aan die kool. Wat voor een zeven verkoopt jij dat toch allemaal? Ik? Zeven? Oh, ja. En wat? Wat verkoopt je een zeven? Wat kon die zeggen? Dat ons boze, ons traanabonnementen moeten betalen omdat verhuilen is dat we met een traanraam. Als je zo futsen doet, kunnen we nog zeggen hè, dat zo'n zuren dat we slopen ook moeten betalen. Want we moeten ervoor zorgen dat we uitgerust zijn, dat we goed kunnen werken. En dat ze misschien ons vrouwen ook moeten betalen. Want dat zorgen voor ons. Dat is een lief tegen ons. Dat zorgen dat we goed gezien zijn, dat we nog harder kunnen werken. Want dat is toch wel zeg, is dat niet dat ons vrouwen voor niks van dat wazen werken. Want wel, we altijd nog tegen wel op het werk, gaan we ons vrouwen al meteen. Waarom moeten we anders dat doen, ons museum? Met dat stondleven dat we slijpen op de bal. Nee, jong, nou toch niet overdraven, hè? Waarom hebben we toch zijn gestrondleven? Allee, vroeger misschien is het wel. Maar nou, we hebben het toch allemaal een oasje? Het is wel een half krot, maar ja. We hebben een oaskas en een televisie. En pas op, hè, dat zijn er van ons, daar zullen ze een vrouw hebben. Maar wat kan mij dan allemaal bommen? Wat kunnen mij dat televisie? En dat vloos is allemaal scheef. Als we al naar het werk stonden doen, gelijk nog in de gestegen hoofd. Allee, een plutje, een gatje boren. Heb ik al een plutje, een gatje boren, heb ik los. Maar ik zoek, jongen, dat gaan we allemaal doen. Gewoon zijn we ook een ozel ontnodigd. Van nee, mannen, ik maak aan die ozel. Ze maken ons allemaal een ozel. Dag in, dag uit. Allee, op de radio, op de televisie, op de bus, op de tram, in de cinema. Met alle sekspartijen. Al overal van de tetten en de blote pillen en van de vrouwen dat eruit zien gelijk als wilde tijgerinnen. Dat met hun tongs te draaien omdat ze kremmen kan trekken zijn. Allee, is dat dan de vrij moderne wereld? Van die cinema heb ik gelijk, hè. Want dan moet je er ook bij zeggen dat als je buiten komt, dat je met een huis op de reclame van de rand vindt. Met nog meer diepe decolletjes, met nog meer blote buiken, met nog meer blote billen. En daar alleen voor reclame te maken voor tandpasta en mogelijk nog een kerstje stuk zoek schrijven. En dan worden buiten en dan vrouwen in de staan en gaan bekijken. En de eieren worden niet gewassen, hè? Met van die shampoo van onder de euro of flesjes van. Kijk, hoe mooi en gezond. En dan moet ze geen ogen lakken, zo van kijk hoe volmaakt, gezond en geschaafd dat is. En hij doet zo geen ruik, want dat elke vent zo van. Ah, oh, oh, met zo'n huis die kan afdagen. En hij doet zo geen sexy BH, of zo van die kleedschoppen dat je losse tuin ziet met van de frengelen. Nee, dat van ons, hè, dat er tette, dat ze tette. En daar komt, dat ze komt, dat is zo vaak ook, hè. Dat is bij de cinema's kunnen rond te draaien. Nee, joh. En daar heb je zwolle voeten. En kluiven in haar handen. En als ik dat bekwam zien, hè, dan krijg ik goesting. Mijn goesting, hè. En dan tien een brug in de foto's maken. Oh, voilà. Op mij zeggen dat ik voor hem. Als ik het kan vragen.
ze hebben onze rivieren veranderd in een riool en ze hebben ons verstand verkloot en geprogrammeerd zodat we allemaal verplicht zijn van voeg te kopen. Volgens mij helpen wij te zuipen en te fretten uit alle magazijn. Maar zo'n vrouw en zo'n soepelke is toch niet zo slecht, hè? Ja, maar, en het wordt wel, maar erg, hè? Allee, zie een halve fabriek als ze dicht doen. De ene na de andere op de dom. Je kunt beginnen en je kunt terug vertrekken. Gewoon, man, dat je echt, hè? Ja, hier. En de kijken zelfs. Zelfs de pauze dan weet toch niet van wat pijlen maken. Ah, moet de pauze die vragen verschrikken. Het is de keer dat ons vragen opstopt van je verwachting te groten, hè? Oh, de paus in verwachting? Nee, de paus niet. Afvraag, joh. Oh, mijn vrouw, we hebben het met de paus te maken. Hij ook in plaats van te dromen, hè, van tandpasta met roerstreppetjes en met blaastreppetjes. Er zijn dan beter iets aan te trekken, hè, van de zorgers voordat dat vrouw van wakker is. Als de sissen van Rome, hier gaan ze in het witje kleden. En dat begint, hè, van... Bedankt voor die mooie bloemen, hè. Als dat dan vast komt te denken van de boeren, want dan gaat hem zeggen hè, dat de pil godverdomme vloek godsen is, hè, en dan dat niet uit te pakken van de Heilige Geest. Oh, voilà, dat is juist. Ons fleur, dat bakt geen pil. Ah, dat weet je toch. En wie jij dat gezegd hebben? Nou, wie zou we dan aan moeten gezegd hebben? Dat hij geen zin aan ons fleur de pil pakt, want hij kan toch geen kinderen krijgen. Derde soort vergroeiing of zoiets. Oh, vergroeiing. Als er iemand een vergroeiing heeft, zeg dan gewoon dat in haar koppelke. Avra is zo gezond als het maar kan zijn. En zij mogen rusten, dat kan kinderen krijgen. Maar waar is ze? Zij is in verwachting. Oh, in verwachting. En hoe lang al? Ja, al 5 maanden, jong. En dat is na op gang te dingen. Ja. Al 5 punten. Allee, ga zijn zot gaan. Zelf nog niet eens een baak. Maar natuurlijk had hij geen baak, omdat dat allemaal opgebonden was. Tot dat ons vrouw zijn zaak doet hij winden. Dan had hij in één keer zo, pas, een ton van eigen munt. Of van 100 munt misschien. Zeg, maar ze gaan met een kop ontlachen of wat? Nee, ook niet 100 jaar. En ons vrouw, hè, als je het wilt weten, is mijn huid met een ambulance mee naar de kliniek, want ze was in Batans in Oas onbevallen. Hoe onbevallen? Ja, jong, Jezus. En ik heb dat allemaal opgekust. Hoe is opgekust? Ja, jong, dat lag je zo vol zo. Mijn van dat mozzarella-bolletjes in boven. Oh wel, dat vond ik juist ook net. Dat is wat daar een bordje komen. Ja, dat is het genoeg. Ik wil weten wat dat mijn vraag is. Maar ik ken dat toch al eens, hè? In de kliniek. Ja, in wat voor kliniek? Ja, je mag dan toch een keer naar kalm. Dat weet ik ook niet. Hè. En dan gewoon naar gereserveerd dat ze moeten, hè, wisten. Dat ze dan met een ambulance van die kliniek nog de andere ontdraan. Misschien is het dat wel bevallen in die ambulance. Och, germe, tussen al dat bolletjes. Ja, klaar, ik kan het nooit zo doen. Dat is het moment dat er niet gaat lachen. Ik wil weten in wat voor kliniek of ik kan hier. We gaan hier lopen, zeg. Kom, jong, kom. Ik heb dat toch gezegd. Ik weet dat niet. Hè. Misschien is dat ook in dat dierenbeeld, dat diereninstituut, dat. Hoe zeg je dat? Dat gynaecologisch centrum. Geen wat dan? Ah, wel, door dat ze dat transplantoses doen, hoe dat kleine mannetjes die dat zo teruggebouwd zijn. Van de ene buik in de andere. Kindertransplantatie. Wij jongen, van de wereld blijft er gewoon aan. Kunnen goed doen als ze niet dat gewoon van kinderen mogen, niks gekend. Ze pakken dan een andere vrouw, de tweede moeder. Ze doen dan een korte snijden. Ze pakken die steken en een beetje een hoge buik ervoor. Ze noemen dat toe en dan het 4 minuten ervoor. Tadaa! De vis! Maar, genoeg. Ik wil niks weten van mijn transplantaties of van dat kerstje. Ik wil weten in wat ik kliniek aan mijn vrouw ligt. En dan had toevallig geen telefoon gekost, of zoiets. Goed, schok ik niet uit wat ik daar zou mee kunnen doen. Dan heb ik geen telefoon, ja. Kan ik goed gaan zien wie dat er allemaal in ons zuinen nu wint. Dan gaan we naar beneden, naar het café. Daar is een telefoon. Oh, dat is goed. Dan zullen we doorbellen, hè. Maar we zoeken, hè. Dat ken ik wel ook eens. Alleen als de andere kant van zijn stad, hè. En de spitsuur. Dat moet zeker een uur duren niet dat we door zijn. Oh, ja, ze dan niet dichterbij kunnen vinden. Ja. Ik heb dat toch gezegd. Dat is de kliniek over dat ze dat transplantoses doen. Ze pakken dan een andere vrouw. De eerste de beste dat er is. Ons Roos, dat is de eerste de beste. En ze mogen rusten. Daar zit toch echt niks gemeen met die kleine van A in haar bord te lopen steken. Gelukkig is het kapje in de bord van een boze wolver. Maar ja, terecht. Alleen als boulaar moet voet. Niemand meer thuis? Ja?
s'avonds gegaan en we hebben haar tegen die verpleegsters uitgeleid. Dat gaat niet in verwachting gaan. Maar dan hadden we een bord vol staan met gestolde groen, roos en bloem en soorten. En die verpleegsters, die worden toch direct mee in de combi. Als het ware zonnige te boken en te koeren. Geef me gewoon eens een pakje soep. Ik zal voor jou eens een soepje maken. Kom. Zien?
Ja, ja, maar al die administratie van de ziekenhuizen, je weet dat nooit zeker. Voor mij is het goed genoeg geweest. Ik vertrek van hier recht op het werk, joh. Zie je, kinder, een accident? Oh ja, dat zijn twee camions, dat zijn van die oplegers, alle twee omgekant, joh. Joh, maar wat wilde je, joh, met die regen allemaal, we konden dan weer vragen. Pat dat! Hé, hey, maar ik is opgepast, hè. Pas op, want het kan zeer gevaarlijk zijn, hè. En ik ben er nooit achter, pas op, het kan misschien ontploffen, hè. Allee, meneer de politie, maar dat kan ik er toch tegen op de goede momenten, hè. Oh, nou, zie je wat een gevoelig werk dat ik heb, hè. Hé, maar lekker zo aan de muur, dat is jammer wat ik je voet zeg. Maar meneer de police, je ziet toch wat dat op staat? Dat is soda, dat kan niet ontploffen. Ja, dan kan je ook dan wel niet ontploffen. Maar ik heb ook. Ik heb nog maar gisteren naar een gentje. Maar ja, ik heb meneer seks te boven. Als ik kaal was, he, zou ik zeggen tegen de mannen dat ze dat zakjes op stroot te proberen. Want als die soda blijft in de regen liggen, he, dan gaat dat smulten. Ja. Get gelijk. Allee, kom mij helpen dan. Hé, moeten we zijn de camionneurs? O ja, dat is geklemd in alle cabine, zeker? Maar nee, daar zit niet geklemd in alle cabine. Daar zit lekker een Britser van Duigen geworden. Ja. Ja, van Duigen geworden? En van waar? Ah, wel, hè. Ik zal het ook heel wat leggen. In de zakjes, hè, daar zit geen soda in, zijn dat worden zo voorzichtig droog. Nee, daar zit kristallen zij. En dat is suiker, en bloed, en melkpoeder, en aardappoeder. Ja. Hé, hey, godverdomme, wat zijn dat al aan het doen? Dat zijn de zakjes aan het pikken. Ja, met die smakken dat er in de kristal, dat er kristal zijn. Maar af te tegen, jongen. Was er die beetje te lullen met een staartstukje naar kloten? Zouden ze zien in de kamion lijken? Hé. Mogen ons geen zorgen maken en we voorzakjes soda, hè? Niks te soda, jongen. Dat weet ik al goed genoeg. Dat weet ik niet, jongen. Voor mij zit er in de zakjes soda. Ja? Hé, dat is niet om morgen dat te controleren, hè? Dat moet een van de grote bozen komen doen. En dan komt het wel, hè? Maar dat kan nog een uur of twee duren. Ja. Dat zegt het reglement, ja. En dat reglement, hè, dat zij doet, als er een accident gebeurt, dan moet je flink, dan tot kutste bonus dat verkeer gaan regelen. En in deze dan nog wat tattoos. Echt een slag van de molen, hè? Manneke, het zijn wel op de slag van de molen. Van de hozelaars dat we zijn. Ik krijg meer en meer goesting, hè, om daar een paar zakjes van mij naar huis te pakken. Zeg maar. Oh, bon, maar willen we ook gewoon pikken in doos? Ik zal het kiek elke keer wat zeggen. Dat toch, hè? Dat zijn profiteurs, joh. Dat zijn doppers, hè? Dat in het zwart voorwerk en dan soms nog een pikken ook, joh. Hier, de lange jaad van de arbeid tegensproken. Zeg maar. Dat mensen, dat zijn werkloos. Is dat een schande? Kunnen jij ze misschien werk geven? Nee, maar dat ze geen werk hebben, hè, wil niet zeggen, hè, dat ze moeten een andermans goed gaan pikken, hè? Hé, hey, andermans goed. Wie heeft er gewerkt voor de suiker? Dat zijn de boeren, dat zijn de raffinaderijen. Nee, het zijn de grote industriëlen, dat zijn de dieven, die betalen ons te weinig. Als we dan toch in Dievenland zijn, dan zullen we ook wel gaan pikken, hè. De slimste zijn die dat meeste pikken. En die dan niks kunnen pikken, hè, dat zijn de broekschouders. Welkom, Marokke. Ik ben content dat ik een broekschouter aan zijn. Hey, broekschouters vier het. Al wel gewoon er vier op zijn. Maar allee, gewoon, dat zijn toch middelen genoeg om ons te verwijderen tegen misbruiken. En dan hebben de syndicaten toch goed, jong? Ja, wat kan maar waar. Zijn de syndicaten nou ook niet goed meer? Ja, daar geloof ik nou nog in. Als we alles zelf mogen beslissen. En niet dat we moeten luisteren, laat daar mannetjes met als Stijven Poston niet dat komen zeggen wat we wel hebben te doen. Hé, hey, wat is dat hier allemaal? Wij zijn zaksjes aan het dragen voor het welzijn van het vaderland, meneer. Hoe is dat voor het vaderland? Ik ben even naar huis, ja. Hé, hey, ging die geen twee, blad er eens af. Dat is geen...
Het schiet toch wel zo vuil als je wilt, maar ik dan, ligt dan wel op een lange kloten, hè, jong. Oh, verdomme, nu zijn ze me weg. En Gerre, heb je toelating gegeven om hier niet meer aan die zakken te komen? Lusterde en past ook net aan het pistool, hè. Dat je niet stroomde, want zelfs schoot dat schot mij per ongeluk af. Dat zal het zelfs hem uit de flikken. Het schot is per ongeluk afgegaan. Nee, moet je dan schoon zitten. Ik heb het alles gezegd. Jongen, maar willen ze niet goed werk om doen, joh. Want anders worden alle zaks geslecht, joh. Man, maak dat geen weg, zeg. Jongen, die polis vond me juist dat gevraagd om dat te doen. Hoe dat polis vond toch juist? Oh, wel, die ene dat tot verkeerd stond te regelen. Ah, oké, doe dat maar verder. Zeg maar, wacht eens, wacht eens. Ik ga eerst eens horen wat hij vertelde. Hallo! Agent! Die hebben wel een grote smoes, hè? Maar in de grond is dat nou zo slecht niet. Hier, die net al straks zullen ze vragen mij helpen drogen in de ambulance met de bolletjes en alles, jong. Kom, jong, geef me dan de zakjes, pak de zakjes mee en we zijn weg, jong. Oh, en dan moet ik schijnt vier jaar dan? En wel, dan komt een taart, hè, dat de broeksluiters ook wakker worden. Kom, jong, zeg maar. Ja, nog 50 meter, jong, en we zijn er. En, oeh, pas op, joh. Dat vliegen ze niet. Dat vliegen ze verder daar. Ja. Nou, zijn we er geweest, jong. Ja, en dan? En wel, joh, jong, die stond te wachten op ons. En je gaat dat zien, hè. Van alle mannen, dat gepikt en gaan ze er ons tussenuit halen. Ja, ja, precies. Dan weet wat je wilt. Je gaat zien, hè. Dan ga je recht naar haar kop. Kom, jong, we gaan tot baathuis. Ja, kom. En waar zijn die gestolen goederen? Wat zijn de gestolen goederen? Dat doen we. We waren niet van kromme naast. De hele dag ging ik hier weg. Altijd zwangere vrouwen en nog eens zwangere vrouwen en nog eens. We gaan maar niet zeggen dat in heel die building al die vrouwen zwanger zijn. En dan nog wel op hetzelfde moment. Ja, natuurlijk, er bestaat zoiets als de, hoe heet dat, de wonderbaarlijke vruchtbaarheid van de. Van de volksvrouw. Ja. Voor deze keer gaat hem pakken. Albomas, jonge meisjes, er zijn grenzen. En die oude sukkel van 88.
is niet gelijk hetgeen dat van paast zijn. We vieren namelijk het feest van onze patrones. Patrones? Ja, de heilige Eulalie. Ken je die niet? Ah, wel, dat is die, hè, die geen kinderen kost krijgen. En altijd moet oefenen en oefenen, maar niks, hè. En toen ineens op de gezegende leeftijd van 60 jaar heeft de heilige geest haar gebeden verhoord en was ineens in verwachting. Op 60 jaar? Ja, en haar vent was er 80. Dat is wel straf, hè. Allee. Ja, jongen, dat is de kracht van het geloof, hè. Namelijk wel goed dat het er nou boem is doodgevallen. Vooral dat het te veel oefenen. Maar ja, sinds die dag hè, lopen alle vrouwen van de waard gedurende droge dagen met een opgevulde baardrood. Ah, dat is een schoon traditie. Dat is daarom dat je dus die grote warenhuizen moet leegplunderen om die werken te kunnen opvullen. Maar het spelletje is gedaan, hè. Wat zit er in de buik? Manneke, pas op, hè, wat voor gaat doen? Als de kleren van ons lijf scheuren. Pas op, hè. Ik verbied haar. Als je ons met hier een vinger aanroept, hè, dan gebeurt er mij aan een groot ongeluk. Een groot ongeluk? Doe me niet lachen, hè. Ja, ja. Een groot ongeluk. De vloek van Eulalie. Pas op, hè. Een vent, die geloofde dat ook niet, hè. En die zei, ga in verwachting. Dat kan niet zijn, want als dat zo is, hè, dan boog ik haar kapot, want die kleine, hè, dat kan nooit van morgen zijn. En toen ineens, hè, deed Eulalie al haar kleren uit. En op de grond had haar een boor, viel er ineens allemaal rozen op de grond. Een hele boeket rozen. Amai, wonder boven de wonder. En toen ineens, hè, had hij een bos rozen, hè, is er een builing gedaan. Ja, pas op, en daarna was al 10 munt, hè. Daarna kost zelfs al klap. En die is al zo gezien. Papa, onze lieve nier, hij had vergeven. Nou kun je gaan in vrede sterven. En die helaas aan land, op die naven zijn kop, en van het verscheten is hem doodgevallen. Voilà. Waarschijnlijk een schedelbreuk, dat is normaal. Maar dat spel ik niet nu gedaan. Ik heb hier al genoeg tijd verspild. Ha? Waar geluurt dus niet in meer open? Nee. En ga je ook geen schrik van de vloer? Ook niet, nee. Oké, mop. Zeg niet dat we niet verbieden. Kom, we gaan hem dan een keer laten zien. Santissima Eulalia, gij moeder der Floralia, na 60 lange jaren mocht gij een kind gebaren. Het zat op rozen in uw schoot, uw man viel dood toen u ontsproot. Door uw macht uit de hemel aan zijn ogen, pakt al het licht en het zicht uit zijn ogen. Stort zijn duisternis over zijn ziel. Sint Eulalie, zo zal het zijn. Is dat allemaal? Zeg, Johan, Wurtelen, Salo en Bloemkoel. Ja. Grote mirakel van de bloemkool! Ja, zeg jongen, mirakels gebeuren met de legumen dat er zijn. En de boa stoot er zo ergens in de wet dat dat verboden is dat vrouwen onderuit de pantouw geen legumen mogen transporteren. Nee, zo'n wet bestaat er niet, maar waarom moet je dat dan toch onder je buik verstoppen? Ah, wel, ik heb dat toch al gezegd. Het mirakel van Eulalie. Waarom moeten ze droge ogen rondlopen
En dat heeft die geloven, die krijgen een groot ongeluk. Sanctissima en Alia, jij moeder der Floralia. Na 60 lange jaren mocht jij een kind gebaren. Het viel op Rosie uit je geschoot. En je vent viel dood toen het u ontsproot. Ja, het is toe. Lukt? Abai. Hoe laat pas
Zeg, naast dat is gewoon te schilderen, hè, jong. Zeg, lustig, ik voor zijn de deur. Ja, dat gaat niet, hè. Dan zitten twee sloten op. Maar dan stel je schoon dat je twee noeslijers, hè. Godverdomme, ga toch wat uit de hoek te goeien dingen. Waarom heb je dat sluiters begonnen? Nee, dat is juist. Ik heb dat niet vergeten. Ik heb dat bij ons thuis vergeten. Dan liggen bij ons de kas. Kom ik bij u sluiters, ik zal ze gaan halen. Ja, slim, ik met die police dat ons te wachten. Gelak eens een kat op een maas. Goed, goeie. Dat zal later al weg zijn, hè. Moet niet, ga je net hem toch installeren tot mijn pensioen. Ik doe het niet in een roos gewoon, ik ben niet verplicht. Vond te migreren. Ja, nog niet overdrijven, hè. Hé, dat manneke, wacht ik hier even niet. Je weet niet wie is. Nee, wacht ik, ik moet dan al niet vragen, hè. Ja, ik werk van de begrafenisondernemer. Wil je ergens een Luc Verkamme? Luc Verkamme? Daar woont hij op tijd. Maar daar is hij thuis, nee, daar is hij in het ziekenhuis. Daar is altijd ziek, de sukkelij. Daar heeft hij ook geleden. Ja, maar als doe het, ja. Ja. En ik weet niet of dat er familie van hem tegenover de week komt, want ik heb zijn dood zichtbaar. Dan is een zoon, dan zal deze avond wel thuis komen. Zeg maar, als hij nou in het ziekenhuis gestorven is, zijn ze dan niet beter van de kist naar buiten doen? Ik kan van nog. En ze hadden hem weggenomen door mij, maar ik dacht ik zo op mijn ogen, hè, dat ze natuurlijk nog iets aangebracht hebben. Hè. Misschien kunnen dat kist in de gang zetten en dan plekken door papier kunnen. En als hij gast aan deze oven thuis komt, dan ziet hij direct dat van zo'n plan is. Hey, jong. En doe het kist in de gang naar vrienden genoeg. Maar heel wat volk dat over het bar komt. En dan de kinderen. Die gaan door in kroppen en die gaan door in spijlen. Vader en de moeder. Of zoiets. Ja. En de bar. Maar een stuk moet getekend zijn. Hè. Zeg maar, hoe gaan jullie ergens in de gebeuren? Ja, ik hoor het een keer, ja. Ah, wel, dan is het opgelost, hè. Ik breng de doodkist bij haar. En als er dan deze avond iemand van de aflevende thuis komt... Van die aflevende? Ah, wel ja, vandaan dat doe het, hè. Zeg. Ah, Luc Verkamme, je bedoelt dat je Luc Verkamme zijn kist bij mij in mijn kot komt zetten? Ah, we gaan niet in de weg staan, hè. Je moet er niet gaan inliggen, hè. Nee, je moet dat niet gaan liggen. Je moet dat niet gaan zitten, je moet daar gaan liggen. Voilà, zeg maar, dat is geen avans, want ja, ik heb mijn sleutel vergeten, ik kan ook niet binnen. Oh my, dat is spoortig. Ja, dan zit er niks aan de zoek dat ik dat kist terug mij nog mag zijn. Misschien is er wel een andere oplossing. Je kunt misschien dat kist bij mij thuis komen zetten. Yo, ik woon hier langs de andere kant van de straat. Als je er iets mee in zit, moet je dat bij mij zetten. Ah, wel, dat is goed, hè, mama. Ik weet niet hoe dat ik dat moet bedanken. Maar wil je niet houden, is toch misschien steeds dat je kunt doen? Zeg het. Dat zakje zien in dat kist moeten steken. Jo, want met heel die regen, en dat is allemaal delicate marchandise, hè. Kijk, in dat kist wat je wilt, hè. Ik zit een week zal ze gaan halen, zo. Dan zijn ik een keer kruise of dat de flieken uit hun neus in andermans doodskies kunt krijgen. Oh, wel als een fleur. We hebben terug in het driek. Het zal een pan geweest zijn. Allee, dat kun je na voet met de suiker en met de bloem. Zeg, zijn er van een hele los gebeuren? We zitten die pot verdikken met een doen in ons en gaat u niks anders als zeven over suiker en bloem. We moeten toch maar een poort geven over een wijn, hè? En de boer. Zeg, als ze dood is, is ze dood, hè? En als ze nog leeft, zullen ze niet wel wakker willen zijn. Je zult me beter helpen, hè? Met die ergens weg te steken, vuil dat er iemand binnenkomt. Ja, waar wil je dan steken? In de kas. In de kas? Ja, in de kast. En dat heb je niet gezien in crisisfilms. Dan stijgen ze die laken toch altijd in de kast. Dat moet ze. Ah, dat is een beetje mijn zicht. Dan die nabijwerken aan.
maar vertel dan toch een keer. Roos, ik kan dat beter uitleggen. Ik zal het eens zo doen. Roos! Roos, je komt niet! Zijn ze alle twee binnen? Ja, ze alle twee. En alles is goed verlopen, alles is goed gegaan. Aan de volgende. Hey, zeg, wat zeggen we tegen ons Roos van de kist? Ah, maar wacht. Ik heb een idee. Als we nou ons vrouw 5 minuten opsluiten, ja, dan kunnen we dat kist binnenhalen. We halen alles eruit, we steken dan een suiker onder de zetel. En dat kist, hè, dat steken we in de kas. Doe nog maar de duit toe, ik zal het niet dat kist doen. Dat zal wel de roos komen, zeg. Oh, hier is de roos, Jonsen.
stukje willen vallen met kerels. Hé, hey, manneke, je mag de ouders niet zo rust maken, hè? Maar pa, dat is een gebuur van ons, dat is een kameraad. Zeg het dan, hè? Ja, ja, je moet zorgen dat je kameraad blijft met je kinderen, ja. Maar ik heb wel een commissie voor. Oh, ja. Ja, ja, deze. Ze gaan al naar het appartement zitten. Wie dan? De Roosbos, deze. Had al een brief, die vond ik nog maar gestuurd. Dat ik je zien. En al 4 maanden al los hier niet betaald. Jongen, dat moet een missie zijn, dat kan niet. Ons huis betaalt elke munt aan hier. Is het niet huis? Ja, natuurlijk. Ja. Zeg het, de boos zit tegen me. Ze hebben 4 maanden al los hier niet betaald. Zonder boven van 5 maanden. En dan zonder boven dat Delft niet betaald te hebben. En wie heeft dat gezegd? Dan de commissaris. Ja, ja. Dan is meer dan dander er al op boven te zitten. Hè. Ja, ja. Was een brave vent, jong. En een nette werker, dat is er toe, hè. Hij zit hier beneden, jongen, al dat flikje, jongen, zien we niet op dat ja, jongen, en al dat dan met ons? Ja, wel, ja, maar ze zijn de Noordstraat in de meubelen om op de boot te zitten, hè. Mannetje, zijn dat is verneet, hè. Zeg, maar die opzichtbrief is van ons? Dat is geen missie. Waar kan dat betekenen, Roos? Dat weet u niet, dat heb ik aan het oogschrik, Roos. Ja, is goed, ik zal een beetje stilder spreken. Maar is toch dat ons hier al 4 maanden niet betonnen is? Ah, dat is waar. Ik heb het, ik duur al 4 maanden weer betaald. En de gaas en de elektriek ook niet. En de gaas hebben ze al afgesloten. Oeh, hebben ze de gaas al afgesloten? Ja. En van wat hebben we niet betaald? Ah, omdat ik met dat kleiprijken vandaan moest juist toekomen voor slecht eten voor jou te kopen. En voor de rest he, kan ik dat niet aan je knuren. Joske, ik moet ook iets zeggen. Ik heb de oorzuur niet betaald. Godverdomme, dat is schoon, ze. Ja, zie je het, ze? Wat een vraag, we hebben het mee gedaan. Maar enfin, voor mijn derde van niet gezegd dat ik je geld genoeg heb. Omdat je me dan wel zo dood genoegd hebben, voor op de vis. En omdat je dan het gezegd hebben, dat is spijt dat je mijn moeder het getrapt geweest. En de gas en de trick, dat waarschijnlijk ook niet betaald, zeker. Ja, die is wel betaald. Oh, even wel geluk. Stop met blaten. Dat is niet goed voor die kleine. Nee, ja, dat is zeker niet goed voor jou, kleine. Ah, wacht een keer. Ik heb nog iets voor jou. Ik heb dat in de gang lopen stoppen. Ja, oh, man, man. Dat was niet bedoeld. Deze. Ik heb dat gevonden in het barakje. Dat was van alles. En was het allemaal in, ja? Mag ik even zien? Zeg maar, hoe zit het? Hier is ook wat eieren, en melk, en suiker, en gebelde tomaten. Deze keer zit er niks niet tussen, zo. Nee, dat kan niet van ons zijn. Dat is zeker wel nodig. Ik heb nog trouwens wat brakjes in komen zeggen. Oh, huh? Het is wel van ons. Ik heb dat gisteren kunnen kopen in de afstand. In het groot magazijn? Ja, in het groot magazijn. En de helft heb ik betaald en de andere helft heb ik gepikt. Gepikt? En wat gepikt? Ja. En jij ook of vatten? Ja, ik ook. Nee, dat is niet waar. Ze liet. Zo zit er van niks tussen. Zou je maar hier maar gaan? We zullen maar van mijn leven. Maar vrouw, dat pikt. Rustig, schat. Van dat pikje gaan we beter zwijgen. Gewoon nee, we gaan wel vliegen hier op straat, want we moeten niet weg. Dat is te komen. Dat grenst er maar. Oh, wel ja. Zeg het maar, zullen. Zeg het maar. De hoed is niet weg dat ze mij aangetraad is. En dat je dat een goede naam en dat ik betoos helemaal uit het zwart gestuurd. Maar ik zal het nog eens iets anders zeggen, ze, want dat is nog niet alles. Hè. Want dat van die kleine, hè, dat is ook niet waar. Want die is, zie maar, iemand een pakje. Daar zit allemaal gestolen goed. Macaroni, suiker, wortelen, alles. Nee. En dat jij ze schelen en de transportatie? Mijn naast is getoond, hè. Het moet er van kant. Het is genoeg geweest. Ik zit nu weg, mannetjes. Wat al warm, hè? Dat gangster wordt, dat is het ongeluk. Het allemaal van de nozel af, dat kan geen lukken van de guste. Hé, hey, ja, kom. Let hem elkaar, kom. Let hem allemaal kapot maken. Want ik zijn dat stront leren, hè. Hier om u. Want ga, ik was stukken met haar ogen toe. Een echte broekschwaard. Dat zeg ik.
commissaris. Ja, ik zeg me geen beroepsschouder. Ik weet niet goed dat de sokers in hier zitten. En ik weet niet goed dat het dik op het ruilen gaat omvegen. En dat is me goed doet dat er veel mensen er tegenin komen. Ik kan het niet de hoek tegenin. Ik moet niet dat hoek nemen. Maar als ik het van mijn oren maak, als ik het mijn vel vlieg van mijn collaren, is dat niet tegenaan? Maar is dat tegen mijn ogen? Tegen mijn ogen machteloos worden. Tegen de vet betulde dik op me. Het zijn altijd al van dat gedacht geweest. Maar je hebt misschien het gelaatsen van de broekschoters. De zus en de kiek, hè. Wanneer mijn ook heb ik ook. Wat? Wanneer ik pit? Is. Allemaal zaksjes kristalliseerd zo. En verzoek, hè. Dat is nog niet alles, hè. Is het. Dat dan, hè. Dat is geen wieg, hè. Maar dat is het deksel van een doodskist. En dat was mooi gedacht, hè. Dat de zaksjes door in te transporteren. Hé, wat kun je doen? Ik ga doen wat ik altijd moest doen. Gewoon met alles weten. Wees het. De inspecteur! Ik zie. Ja. Dat zie je te vergeven. Ik begrijp. Thank you.
Die ho, die ho, en werk is weer gedaan. Dan was het dan weer toch.